Verenigde raadscommissies van de provincie kwamen een eerste keer bijeen om de technische begroting te bespreken. In zijn korte speech aan de raad kondigde gedeputeerde Luc Lemmens aan meteen een eerste stap te zullen zetten om de kostenlast van de provincie terug te dringen. Als we met beslist beleid verder gaan, zullen wij onze reserves opsoeperen. Dus wij gaan aan alle departementen vragen om 3% te besparen dit jaar. De provincie Antwerpen beknibbelt meteen ook op de dotaties. Dat zijn de werkingsgelden aan de politieke partijen. Wij gaan nu dit jaar 3% besparen. Wij gaan ook voorstellen bij onze collega's van de andere provincies om dat ook te doen. Maar gaan zij er niet mee akkoord, zullen wij ook verder blijven besparen totdat wij inderdaad binnen deze legislatuur 15% hebben bespaard op die dotatie. De tussenkomst van Lemmens kon meteen op gemor rekenen. Hij vroeg de provincieraad de verdere begroting goed te keuren om de werking van de provincie niet te verhinderen. Maar daar waren vooral oppositiepartijen Groen en PvdA+ het niet mee eens. Zij vinden dat ze met een kluitje in het riet werden gestuurd met de interne staatshervorming als dooddoener. Die interne staatshervorming zal dit jaar volledig zijn beslag krijgen. En op 1-1-2014 zullen wij kunnen bekijken binnen de budgetten wat er nog mogelijk is.